Ik lees u voor uit het Romeins Martyrologium van 16 juni, de 24e dag na de nieuwe maan. In het gebied van Klein-Azië de gedenkdag van de heilige Quiricus en Julita, martelaren. Te Besançon in Frankrijk de heilige Feriolus en Ferruccius, martelaren. Te Nantes, eveneens in Frankrijk, de heilige Similianus, bisschop, die door de heilige Gregorius van Tours wordt geprezen als een groot belijder. Te Limassol op Cyprus de heilige Tychon, bisschop, ten tijde van keizer Theodosius de Jongere. Te Mainz in Duitsland de heilige Aureus, bisschop, diens zuster Justina en hun gezellen, martelaren, van wie men vertelt dat zij tijdens het vieren van de Eucharistie door heidense hunnen werden vermoord. Te Lyon in Frankrijk de bijzetting van de heilige Aurelianus, bisschop van Arles, die na zijn benoeming tot vicaris van Frankrijk door paus Vigilius in zijn stad twee kloosters stichtte, het ene voor mannen, het andere voor vrouwen, en die aan beide een eigen regel gaf. Te Meissen in Saxe de heilige Benno, bisschop, die van zijn bisschopszetel werd verdreven en ballingschap onderging, omdat hij de eenheid van de kerk wilde bewaren en trouw wilde blijven aan de paus van Rome. In het klooster van de Cisterciënse zusters van Aiviere in het toenmalige Brabant de heilige Lutgardus, maagd, die bekend stond om haar devotie voor het heilig hart van de Heer. In de stad Lang Kok in Vietnam de heilige martelaar Dominicus Nguyen, arts, Dominicus Nhi, Dominicus Mao, Vincentius en Andreas Tuong, landbouwers, die tegelijkertijd omwille van hun christelijk geloof werden gevangen genomen, met veel folteringen werden gepijnigd in de gevangenis en uiteindelijk onder keizer Tuduc werden onthoofd. Kostbaar is in het oog van de Heer het sterven van zijn heiligen. Ik lees u voor uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Rome, het hoofdstuk 11. Is het eerste deel van het deeg geheiligd, dan ook de rest? Is de wortel van de boom heilig, dan ook de takken? Als nu sommige van die takken zijn weggebroken en gij, wilde lood, daartussen zijt geënt en deel hebt gekregen aan het sap van de olijf, verheft u dan niet boven de takken? Wilt gij snoeven, bedenkt dat de wortel u draagt en niet gij de wortel. Woord van de Heer. Wij danken God. Op 16 juni viert de kerk, of noemt de kerk in ieder geval in het Romeins Martyrologium, de heilige Lutgardus van Aviere. Daarvoor gaan we naar de 12e eeuw. Ze wordt geboren in 1182 in Tongeren. Haar vader is een rijke koopman en hij heeft al grootse plannen met haar, namelijk om haar uit te huwelijken. Heeft een aantal goede jongens op het oog. Haar moeder daarentegen wijst hij haar op een heel andere weg, namelijk de weg van het leven in het klooster. De weg als religieus. Zij brengt haar de liefde bij voor een contemplatief, een gebedsleven met de Heer. Laten we even helder hebben dat Lutgardus dan nog erg jong is. Uiteindelijk ontwikkelt zij steeds meer de liefde die haar moeder haar heeft meegegeven voor het kloosterleven. En in 1194, let op, ze is dan 12 jaar nog maar, treedt ze in bij de Benedictinessen van het Sint-Catharina-klooster in Sint-Truiden. Haar vader had plannen om haar uit te huwelijken, maar laat haar toch gaan. Maar niet alleen haar vader had plannen, ook veel jonge mannen hebben een oogje op haar en willen met haar trouwen. Ze komen massaal op haar af. Ja, zelfs als Lutgardus uiteindelijk ingetreden is bij de Benedictinessen, komen de mannen naar het klooster toe om haar aandacht te vragen, ja, en ook met menig huwelijksaanzoek.
Lutgardus staat hen allemaal heel rustig te woord. Gaat met hen wandelen. Gaat met hen in gesprek. En ze is daar niet ongevoelig voor. Regelmatig maakt ze twijfel door. Moet ik toch met een van de jongens trouwen? Moet ik het klooster verlaten? Is dat waartoe de Heer mij roept? Uiteindelijk wandelt ze met een van die mannen en ze voelt zich enorm tot hem aangetrokken. Maar dan, als ze zich in stilte van binnen de vraag stelt, moet ik met deze jonge man verder? En dan verschijnt voor haar de Heer, lijdend aan het kruis, naast die man. Dat is voor haar een moment van ommekeer. Dat is het moment dat zij volledig haar twijfel loslaat en kiest om bruid te zijn van haar bruidegom Jezus, de lijdende Christus, wiens heilig hart zij bijzonder vereert. Ook al is de heilig hart devotie, zoals we die nu kennen, nog niet aan de orde. Die verschijning van haar leven bepaalt haar leven. Ze gaat een mystiek huwelijk aan met de Heer. En ze voelt zich steeds meer gedurende haar leven met hem verbonden. En daardoor legt ze zichzelf ook een heel streng kloosterleven op. Als novice vast ze heel streng, ze doet boete en ze beleeft veel uren van intens gebed. Overigens denken haar medezusters, ach, daar heb je weer zo'n novice. Erg overdreven, bloedfanatiek, dat gaat er vanzelf wel weer af, die scherpe kantjes. Dat gaat vanzelf wel weer weg. Ze normaliseert straks wel en dan is ze gewoon een van ons. Maar dat gebeurt niet. Zij blijft haar hele leven lang, zou uiteindelijk blijven, die strenge klooster, dat strenge kloosterleven ambiëren. Het verhaal gaat overigens ook dat ze een moment hele zware migraine heeft. Ze kan bijna niet uit de ogen kijken. Ze is misselijk, ze heeft hoofdpijn, ze kan de ogen bijna niet open houden. En toch gaat ze koste wat kost naar het nachtofficie. En als ze daarna terugkomt op haar kamer, knielt ze nog even voor het kruisbeeld neer. En daar ziet ze dat de Heer zijn hand losmaakt en haar als het ware omarmt. En zo wordt ze vaak ook afgebeeld. Knielend of staand voor een kruisbeeld waarbij de Heer één arm heeft losgemaakt en haar daarmee omarmt. Dat moment, dat visioen, haar devotie, haar mystieke huwelijk met de Heer, het wordt steeds hechter. Haar vurige liefde groeit en haar strengere levenswijze blijft. In 1205, ze is dan 23 jaar, wordt ze gekozen als priorin van het klooster waar ze dan in Sint-Truiden woont. Maar een jaar later vertrekt ze daar. Ze wil naar een strenger klooster. Een klooster wat zojuist de nieuwe regel van Cito, van de Cisterciensers, heeft aangenomen. Het klooster in Aviere. En daar treedt ze uiteindelijk ook in. Ze wordt regelmatig geroepen om abdis te worden. Tenminste, bijna. Er is één ding wat eraan scheelt, namelijk, ze komt uit, wat we nu zouden zeggen, Vlaanderen, maar ze spreekt geen Frans. En als je geen Frans spreekt, kun je ook geen abdis worden van een Franstalig klooster. Het verhaal gaat dat zij haar gebrek aan Frans, of haar gebrek aan mogelijkheid om Frans te leren, ziet als een gave om geen Frans te kunnen leren. Zodat de opgave van het abdis zijn haar niet toebedeeld kan worden. En zij haar strenge levenswijze in teruggetrokken leven vol kan houden. Dat kan namelijk niet als abdis. En zij zegt dat Maria ervoor heeft gezorgd dat ze die gave van het niet Frans kunnen leren heeft geschonken. Haar hele leven wordt, ik heb het al een paar keer gezegd, gekenmerkt door die strenge levenswijze. Ze doet boete voor haar eigen gebrokenheid, haar eigen zondigheid. Maar ook draagt ze haar boetedoening op voor de zonde van anderen. En voor de bekering van anderen. Voor de bekering van hardnekkige zondaars. En voor de zielen in het vagevuur, dat hun zonde ook hun schuld wordt kwijtgescholden.
Er is iets opvallends aan haar. Behalve dat Lutgardus bekend is in het klooster en daaromheen vanwege haar strenge levenswandel, merken zij ook dat wanneer zij zieken verpleegt, een van haar taken, dat zieken, na haar aangeraakt te hebben, merken dat zij van hun kwalen verlost zijn. Zieken worden spontaan genezen wanneer Lutgardus hen heeft aangeraakt. En dat valt op. Daar praten mensen over. Die zuster die je aanraakt, waardoor je ineens goed voelt, je klachten verdwijnen. Die zuster die zo streng leeft en zo hard is voor zichzelf en zoveel bidt. Ja, ze legt zichzelf een zware last op, maar ze krijgt ook een zware last opgelegd, want de laatste 11 jaar van haar leven verliest zij zicht en wordt zij blind. Zij ziet dat alleen niet als straf. Ze ziet dat als gave om nog meer in de stilte terug te trekken en nog meer in gebed een intiemere omgang met haar bruidegom de Heer te hebben. Uiteindelijk wordt ze 64 jaar. In 1246 geeft ze in volle overgave haar leven terug aan haar bruidegom en sterft zij. Velen komen naar haar sterfbed toe. Velen komen naar haar dode lichaam toe om haar de laatste eer te bewijzen en raken haar lichaam aan. En ook dan zullen vele zieken zijn die verklaren genezen te zijn na haar dode lichaam te hebben aangeraakt. Uiteindelijk wordt haar heiligverklaringsproces ook op gang geholpen en wordt ze als heilige vereerd. Ze is patrones van, voor Vlaanderen, bijzonder voor Tongeren, maar voor Vlaanderen ook, een scherp kantje misschien, omdat zij geen Frans sprak en daarvan verschoond was. Zeker een patronaat wat ze in de taalstrijd heeft meegekregen. Ze is patrones ook van mensen die blind zijn. En ze wordt aangeroepen voor een spoedige geboorte. De heilige Lutgardus. Een vrouw die wist wat ze wilde. Een vrouw die in volle overgave kiest voor een kloosterleven. Een vrouw in het bijzonder dit kiest voor een leven met Christus. In verbondenheid, intieme verbondenheid. In liefdevolle verbondenheid met haar Heer aan het kruis. We mogen haar voorspraak vragen. Dat ook wij in ons leven ons steeds meer verbonden mogen weten met de levende Heer. Laat ons bidden. Wij prijzen uw barmhartigheid, Heer. Gij die ons onophoudelijk steun laat vinden in de gedachtenis van uw heilige. En wij vragen u ootmoedig dat wij de bescherming mogen ondervinden van hen die wij gedenken. Door Christus onze Heer. Amen. De Heer schenken ons zijn zegen, hij beware ons voor onheil en geleide ons tot het eeuwig leven. En mogen de zielen van de overleden gelovigen door de barmhartigheid van God rusten in vrede. Amen. Gaat heen in vrede. Wij danken God.